film gaat over een meisje dat met haar papa illegaal in België woont. Die worden achterna gezeten door de politie. Ze hebben geen papieren, dus eigenlijk mogen ze hier niet zijn. Maar ja, ze kunnen daar eigenlijk zelf niet veel aan doen. Ik vind het belangrijk dat kinderen die film gaan zien, dus dat ze daar eigenlijk een beetje bij stilstaan. Ja, dat het eigenlijk nog altijd gebeurt. Dat mensen worden opgesloten, dat mensen worden vastgebonden, eigenlijk gewoon omdat ze geen papieren hebben. Als die mensen ook graag naar België willen, is dat eigenlijk een compliment, omdat die België leuk vinden. Als er iets ergs gebeurt, hoorde zo de zaal verstillen en je zag zo ineens de gezichtjes van ons jongens zo verstrakken en lijkbleek worden, dan denk ik, boodschap komt binnen. Het is goed. Dat is geweldig goed geregisseerd, dat is goed geschreven. Die acteerprestaties zijn gewoonweg top met echt een hele, hele, hele straffe film. Dus kijk, daar bent ie! We zijn kaarten, Max! Check it!